Welkom. Vandaag zal ik toelichten waar het om gaat in het arrest Grilroem Ramses II en wat de huidige stand van zaken is omtrent deze rechtsregel die hieruit voorkomt. Allereerst, wat waren de feiten van deze zaak? Het ging hier om een werknemer die bij een Grilroem werkte en die zich op 6 november 2001 had ziek gemeld. Daarna heeft de werknemer geen werkzaamheden meer verricht bij de werkgever. In een brief van 26 november 2001 deelt de werkgever aan de werknemer mee dat hij, nou ja, ondanks herhaalde oproepen aan de werknemer. Ja, de werknemer niet meer op het werk is verschenen en dat de arbeidsovereenkomst met ingang van 7 november 2001 is ontbonden. De werknemer is het hier niet mee eens en die stelt een vordering in op grond van onregelmatigheid van de opzegging. Volgens de werknemer heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst op 26 november met terugwerkende kracht, namelijk per 7 november, opgezegd. De werkgever verweert zich met de stelling dat de werknemer voor die tijd zelf eigenlijk al ontslag had genomen. Immers, de werknemer was na 6 november 2001 niet meer op het werk gekomen en had niet meer gereageerd op oproepen van de werkgever. De brief van de werkgever moest daarom niet worden gezien als opzegging. Allereerst, wat gebeurde er bij het Hof? Het Hof is het eens met de werkgever en oordeelt dat de brief van de werkgever geen opzegging was. Nu er geen duidelijke en ondubbelzinnige verklaring was die erop gericht was de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Volgens het Hof moest het voor het rekening komen van de werknemer dat hij de brief had opgevat als opzegging. Maar de Hoge Raad overweegt anders dan het Hof. De volgens vaste rechtspraak geldende strenge maatstaf ter beantwoording van de vraag of een werknemer zijn dienstbetrekking vrijwillig heeft willen beëindigen, dient ertoe de werknemer te behoeden voor de ernstige gevolgen die een vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor een werknemer kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van je WW-uitkering en het verliezen van alle ontslagbescherming. In verband met die ernstige gevolgen zal de werkgever niet spoedig mogen aannemen dat een verklaring van de werknemer is gericht op een vrijwillige beëindiging van het dienstverband. Waar het gaat om de beantwoording van de vraag of een door werkgever afgelegde verklaring strekt tot de beëindiging van de dienstbetrekking, zijn ernstige gevolgen, zoals hiervoor vermeld, niet aan de orde. Er is daarom geen reden om een dergelijke verklaring. Indien de werknemer deze heeft opgevat als gericht op beëindiging van het dienstverband, maar de werkgever zich op het standpunt stelt dat de verklaring niet die strekking had, anders te beoordelen dan aan de hand van de maatstaf van artikel 33 en artikel 35 van boek 3. Met andere woorden, een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werkgever is niet vereist. Het Hof is daarom uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Wat is nou de kern van dit arrest? De kern is dus dat een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werkgever niet is vereist. De strikte uitleg van een rechtshandeling van de werknemer geldt dus niet zonder meer ook voor een rechtshandeling van de werkgever. Als het gaat om een verklaring van de werkgever, dan hangt dat af van de bedoeling van de uitlegmethode. Dit is, zoals gezegd, het verlengde in lijn van de eerdere arresten zoals Westhof Westhoff-Spronzen en Huisjani van Woerde. Bij deze laatste twee arresten gaat het echter juist om hè, wat kan je nou afleiden uit een verklaring van een werknemer? Dit arrest, dus Geilroom Ramses II, past in lijn van het ongeveer anderhalve maand daarvoor gewezen arrest van de Hoge Raad in de zaak van een werknemer tegen Emi Compactdisc. Ook in dit arrest overwoog de Hoge Raad dat niet van belang is voor de stelling van de werkgever een plezibele verklaring kan worden gegeven, maar dat van belang is wat de werknemer onder de gegeven omstandigheden heeft mogen begrijpen.